Lekker hier. Oh, bab. Hoi en superleuk jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is vandaag 29 april en Virgie is vandaag jarig. En Virgie is dus mijn liefspony die nu helaas mijn pensioen is. Dus hij staat nu ergens op de wei. Niet zo heel erg dicht bij ons. Maar vandaag hebben we met Anneliesers afgesproken op de manege. Of nou ja, ja, hoe moet je dat zeggen? Anneliesers die me zeg maar echt al het langste doen, zeg maar. Dus Bo, Brecht en ik. En Marion hebben dus met z'n vier op de manege afgesproken. Mama en Jessica zouden ook meegaan, maar die kunnen niet. Jessica is de moeder van Bo en nou ja, mama is mijn moeder. Maar die kunnen zeg maar niet. Dus die gaan niet mee. Dus ik ga lekker met Marion, Bo en Brecht en ik. Dus echt heel erg leuk. Echt met zeg maar Marion de eigenaresse dus. En dan echt de drie leasers. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel echt heel leuk. Ik vind het niet leuk dat ze niet meegaat hoor, mama. Hoe oud wordt Virgie? 26 toch? Ja. Ja, 26. Ja, ik zit een beetje in de war. Of 26 of 27. 26. Zoals. 26. Maar Veetje die zit naast mij op dit moment. Want Veetje gaat mee. Veetje gaat niet mee naar Virgie, want dat vindt ze heel eng. Maar Veetje gaat mee naar de manege waar we met z'n allen hebben afgesproken. Zodat hun, zij bedoel ik, Veetje ook nog even kunnen zien. En nou ja, dat vindt ze ook gewoon leuk. En het is goed voor haar. Gewoon meer in de auto en meer naar drukkere plekken. En nou ja, je weet wat ik bedoel. Want ja, helemaal. Gaat goed hè met jou? Ja jongens, moet je zien wat ze heeft gedaan. Ja, super goed gedaan. We waren aan het spelen. Kijken of je het ziet. Ja, zo zie je. En we waren aan het spelen en nu staat er echt een hele poot in mijn nek, zeg maar. Mama, zie je hier ook iets? Nou, ik zou 1, 2, 3, 4, 8. En zeg maar, hier heeft ze me ook nog gekrapt, maar dat zie je niet heel goed. Maar in elk geval, we waren lekker aan het spelen hè, moppie? Ja. En we hebben gevulde appeltjes gemaakt voor Virgie. En in de vlog van vrijdag, of nou de video van vrijdag, zien jullie hoe je dat moet doen. En nou ja, we gaan er nu lekker heen, dus ik heb er zin in. Ze zitten nu in de auto en hier is Brechtje. Hey. En Marion. Hallo. Hi. En we hebben ook echt heel erg veel eten, dat ligt allemaal voor. En achter liggen de appeltjes voor Virgie. En heb je er zin in? Heel erg veel, iedereen. Heel erg veel. Mooi zo. Yes. En nou ja, we zijn nu dus onderweg. Hoe lang nog ongeveer? Ik denk 10, 15 minuten. 15 minuten. Ja. Dus we zijn er bijna. Dus ja, tot zometeen. Dus we zijn nu aan het lopen naar de stof, naar de wei van Virgie. Alleen hij staat zeg maar helemaal achteraan. Dus we moeten echt heel ver lopen. Want het is weer echt, er zijn heel veel paardjes hier zo. Ik heb het maar zeg maar. Ja. Dus we zijn even naar hem toe aan het lopen. En dan gaan we ze even halen. En dan gaan we zo lekker de appeltjes geven. Dus ja. Jongens, daar is die Virgie. Hey. Kijk nou, die Virgie. Oh, hij ziet er echt niet uit. Oh, ja, hoi. Yeah. Het is helemaal vies, dus we gaan hem zo even lekker poetsen. Oh, hij ziet er al heel goed uit. Dat is binnen. Zit los, Marina. Stop. Ja. Oké, okay, first. Kijk eens, we beginnen wel eventjes met het rechtstje. Kijk eens. Oh, mijn vraag is niet eens uitgekomen volgens mij. Ik ga even door. Even oh. Ik heb niet zo heel veel kostspullen bij me, mensen. Maar ze hoeven niet super schoon, hè? Ja, bang. Beetje TLC is genoeg. Even wachten, een mondje leeg eten. Oh, ja, lekker hier. Oh, bang. Ja. Maakt hij er een zootje van? Ja. Ja. Oh. Nou, hij vindt ze lekker, hoor. Nee, echt waar, dat had ik mij nog niet in de gaten. Oh, bang. Banaan en nou ja, gewoon appel erin en een heel klein beetje stroop. En volgens mij vond hij hem lekker hoor. Heeft hij ze, Rick? Nou, we hebben ze weer even terug op de wei gezet. En dan gaan we zo weer lekker terug naar huis. Ja, hij loopt nu net naar het eten. Ja. Weer eten, altijd eten. En, ja, we nemen hem niet meer mee hoor, je vriend. Nee. Nou, ze hebben ook lekker gevulde appeltjes opgegeten, allebei samen. En nog allemaal appels, wortels, mandarijnen, komkommer, echt van alles en nog wat. Dus, ja, en we hebben ze hem even lekker geboost. Ja.
En ja, we gaan nu zo weer even terug naar huis. Nog even alles bijvegen, want het ziet er echt niet uit. En dan gaan we naar huis nog even lekker wat eten in de auto. En ja.